Sportcentrum Kardingen is klaar voor het NK Sprint morgen en overmorgen. Er is met man en macht gewerkt om de ijsvloer in perfecte conditie te krijgen voor de kanonnen onder de schaatsers. De afgelopen dagen waren er klachten van rijders en coaches over de kwaliteit van het ijs tijdens de trainingen. Omdat de 400 meter baan gewoon open was voor recreanten, kinderen en amateurs, liet de ijskwaliteit toen te wensen over. Er is heel veel publiek van tevoren op geweest. De ijsmeester had niet de tijd om het optimaal te kunnen maken. Dat heeft ons enigszins wel verbaasd. Ik weet ook niet zo goed waar dat ligt, of bij de KNSB of bij Kardingen. Want meestal wordt het ijs afgehuurd en dat was bij de NK Allround dus wel zo. Ja, en dan is het toch wel even link voor de veiligheid van de schaatsen. Want ze gaan met hele hoge snelheden de bochten door. En als het ijs met grote gaten erin zit, ja, dan is het toch altijd wel even oppassen. Volgens de ijsmeesters van Kardingen hoeven de sprinters dit weekend nergens bang voor te zijn. Nou, het ijs is op zich goed. We hebben een beetje last van de luchtvochtigheid momenteel. Maar de verwachtingen van morgen zijn beter, dat er meer zon bij zou komen. Wat voor ons alleen maar gunstig is. De basis is heel erg goed. Het is een jubileumjaar voor de ijsbaan in Kardingen. Het is namelijk de 10e keer dat het NK Sprint hier wordt gehouden. In de periode 1997 tot 2010 werd hier al 9 keer gesprint. Van deze 9 keer werd Marianne Timmer 6 keer Nederlands kampioen. Nu is ze coach van een commerciële ploeg. We moeten nog beginnen. En het is natuurlijk altijd leuk om weer terug te komen in Groningen. En het wordt een heel erg spannend toernooi, dat zeker. We hebben kandidaten zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Terwijl ja, wel 7 die kansen hebben om zich te kwalificeren. Dus er zullen een aantal mensen heel blij zijn en ook een aantal mensen met een sneu neus naar huis gaan. Ik verwacht nog wel wat baanrecords, maar ik zeg wel, want wij hebben hier toch wel meer met de weersomstandigheden te maken. Dus in de schaatsers moeten het uiteindelijk doen. Hoe fit zijn ze? Hoeveel zin hebben ze erin? Of hoe is de motivatie? Maar ik verwacht toch wel 1 of 2 baanrecords, zeker wel. De beste 4 bij zowel de mannen als de vrouwen krijgen een startbewijs voor het WK Sprint over 3 weken in Salt Lake City.